Hoi, ben ik weer, Tim van Spoor Zonder TV. En hier achter mij, hij zit nu nog helemaal leeg op die ene paal hierna. Maar over iets meer dan een jaar staat hier plan T. Wat is dat dan plan T? Nou, dat is precies hetgene wat de spoorzone nu nodig heeft om hier meer bedrijvigheid te krijgen. En wie daar dan komen te zitten en hoe het er dan uit gaat zien, daar ga ik vandaag eens komen. Vandaag heb ik al hier staan. Goed, ik zou de wethouder eerst willen vragen om even op stand 1 te zetten. 3, 2, 1, 0. De stekker zit er niet in. Zo, daar zijn we weer, hè? Hey plan T. Ja, het is er bijna, zoals je ziet. Nou, dat duurt nog wel eventjes. Het is gestart. Anderhalf jaar, toch? Ja. En dat komt er, want vandaag zijn we gestart met de bouw. En hoe voelt zoiets? Heel goed. Zo lang aan gewerkt hebben en er heel veel achter de schermen. Dat je heel veel van mensen krijgt van wanneer gaat het nou beginnen. Dan kun je nou uiteindelijk in de openheid laten zien dat je van start gaat. En ook met kopgeweld meteen aan de gang gaat. Het is geweldig dat het gebeurt. Echt een enorme impuls voor de stedelijke economie. Gewoon een heel tof gebouw dat hier neergezet. Wat gaat er nou eigenlijk worden, plan T? Een gebouw. Uiteindelijk wordt dat een kantoorgebouw voor een heleboel bedrijvigheid. We verwachten dat er tussen de 25 en 35 huurders uiteindelijk zullen gaan zitten. En op de begane grond komen allerlei functies die een meerwaarde hebben voor de gebruiker van plan T, ook voor de spoorzone. Diverse bedrijven, onder andere bedrijven die bezig zijn met de reclamewereld, bedrijven die bezig zijn met het ontwerp van allerlei dingen. Het is een topgebouw, gewoon echt een heel mooi gebouw. Het refereert en naar de geschiedenis van het gebied. Onder andere de koepelhal. Het is gewoon ook een heel kwalitatief, heel mooi gebouw. Zo pal aan het plein, aan het Zekerheidsplein, omdat je een entree hebt voor de stad. En daar is plan T een van de eerste stappen in. En daarom ben ik als wethouder van de spoorzone echt tevreden. Dus waarom heet plan T eigenlijk plan T? Niet waarom heel veel mensen denken, T van Tilburg, maar vroeger werden hier treinen gerangeerd en onderhouden en dat heette de plan T. Dus als je ook de plan U hebt en de plan B, heb je ook de plan T. Dus het is de apenkoptrein of de rolkoptrein in Leiden. Dus daar is het gewoon naar vernoemd. Oh, ik dacht eigenlijk dat het kwam omdat er heel veel mensen in kunnen werken straks. Dus zoals de plan T en af workspace. Nee, dat is niet de reden. Er kwam heel veel mensen in werken straks, maar dat was niet de reden. Maar nou heb ik deze unit hier zien staan, hè? Dit. Dat ding? Ja. Wat dan? Wat is dat voor ding? Die groene, waar ik niet in mocht. Ja. Dit is ook een boorapparaat of zo? Ik denk het. Ja. Voor het fundament. Ja. Oké, dan wil ik wel even dat je bij deze wel nu je excuses aanbiedt voor al die mensen die in de lokal aan de scriptie werken en die de komende tijd wel ook even last gaan hebben van die unit. Het spijt. Die was echt niet gemeend. Nee, maar weet je hoe lang de heftigste werkzaamheden zeg maar gaan duren? Ja, dat weet ik niet. Nou, wie mooi wil zijn, moet het pijn leiden. Succes! Ik heb jullie dus nog eventjes nagekeken hoe dat nou gaat zitten met die geluidsoverlast in de lokal van de bouw van plan T. En daar blijkt eigenlijk alles mee te vallen. Want om de fundering te leggen kun je eigenlijk twee dingen doen. En dat is heien of boren. En heien is een stuk goedkoper. Maar daarom is er ook gekozen om te gaan boren. Zodat we hier in de lokal daar geen last van hebben. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ja en Tim daarna dan, al die werkzaamheden, al die timmerwerkzaamheden en dergelijke. Plan T is geprefabriceerd en dat betekent dat het dus gewoon in grote delen binnenkomt en alleen maar gestapeld hoeft te worden. En dat wij hier in de lokal gewoon rustig kunnen doorstuderen.